Luister. Luister. Wat betekent het om echt te luisteren? Wat is het verschil tussen horen en luisteren? En ze spreekt haar eigen lichaamstaal. Het is aan jou of je haar verstaat. Want ja. De ondergang is ver weg, zou ik denken. Nou ja, dat denk ik inderdaad anders over. Wist je dat toen ook? Ja, natuurlijk wist ik dat. Dat is dan een gewiekste carrière, moe. En dat snap ik ook wel, want eigenlijk zijn die politici net zo'n beetje als politieke journalisten een beetje saai. If we want to have a future, we have to be concerned about the way the world is, but we also have to be willing to make arguments about what's good. If you allow local news to die and the reporting profession to go away, if nobody's producing the facts to fill up some of the information space, how can the truth possibly have a chance of winning a debate? It just doesn't happen by itself. Because we believe that rights and values are universal. However, it is also important not to serve to a naivety that paves the stones destroying democracy. We need to defend our freedom against the rising populism, like we defend ourselves, our country, our family. And you don't take something away, you just add something, something that is not man or woman, but it is human.